ik ben Job, maar voor meer mensen buiten het hockey bekend als La Fuente. Ik ben wel fulltime DJ natuurlijk, maar ik ben ook een hockeyliefhebber. En altijd geweest van jongs af aan. Eén balcontact, hoog tempo spelen en een bepaald bewustzijn. Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies en ik wil overal de beste in zijn. En ik kwam er eigenlijk vrij vroeg achter dat ik helemaal niet zo goed kon hockeyen. Maar ik had ontzettend veel drive en kon ontzettend hard werken en ik kon heel hard slaan. Toen ging ik in de goal staan en toen wist ik eigenlijk, hey, met dit stop. Want nu, ik krijg heel veel ballen, je bent best belangrijk, ik kon veel coachen. Ik speelde in één keer altijd, dus toen ben ik gaan keepen. Toen kwam ik op een fase dat het draaien te serieus werd. Dat ik in de weekenden elke avond moest draaien en dat ik niet op zondag bij Heerenveen in de goal kon staan. Olé! Kom maar, Rosalie! Kom maar, hoger. Ik ken hem al een aantal jaren nu. We hebben denk ik 5 jaar geleden of zo samengewerkt bij Oranje Zwart toen nog. Hij heeft een andere kijk op het hockey. En dat is wel eens leuk. Weet je, hebt altijd standaard met de press zo spelen. We moeten in de opbouw dit doen. En dat doen heel veel trainers op eenzelfde soort manier. Maar Job heeft gewoon een totaal andere kijk. Hij is heel goed in meiden een goed gevoel geven. En met één op één dingen bezig zijn. Waar ik met name de grote lijn bewaar. Ik vind het een ontzettend leuk spelletje, maar ik vind vooral het spel buiten het spelletje leuk. Dus het mentale aspect, motiveren. Weet je, van jongs af aan, als je hockey op welk niveau dan ook speelt, maar je leert wat winnen is en gedisciplineerd zijn heb je nodig in de topsport. Dat leerde ik vroeger als speler, dat leerde ik daarna de speelsters als coach. En eigenlijk is mijn vak, het draaien wat ik doe op dit niveau, is goed te vergelijken met topsport. Mee! Zo ja! Draaien, ik heb daar vanaf jeugd zo hard voor gewerkt om te zijn waar ik nu ben. Maar ik geniet daar zo intens van, dat daar moet ook heel veel voor wijken. Dus die keuze die moet ik af en toe ook met andere dingen maken. In die zin wint het gevoel wat ik krijg achter een DJ-boot en voor het publiek, wint het eigenlijk van alles, want dat is gewoon mijn ultieme happy place. En het begon eigenlijk met gewoon een gasttraining die hij kwam geven bij ons. En waar ik voor zei, heb je zin om een keertje een training te komen geven bij mij zijn? En ja, dan gaat het gewoon weer kriebelen bij hem. Toen ben ik eerst bij de meiden gaan kijken voordat ik training kwam geven. En toen zag ik al heel veel sfeer in het team, heel veel plezier, heel veel. Maar ook dat je dacht, ja, hier kan je heel snel leuke dingen mee doen. Ja, vorige week speelden we een oefenwedstrijd bij Den Bosch. Dan merk je wel ineens dat je met een bekende Nederlander samenwerkt. Want na de wedstrijd was er een vader van een van de meiden van Den Bosch die vroeg, mag mijn dochter met jou even op de foto? Het is zoiets leuks eigenlijk. Al die meiden die kijken toch om als hij voorbij loopt. Van, hey, die ken ik. Ik zal altijd betrokken blijven in het hockey. En ik moet zeggen, wat nu bijvoorbeeld een beetje kriebelt, is je ziet nou van die inie-minis lopen. En dan denk ik, oh, misschien heb ik ooit wel eens een keer een inie-mini en dan zie ik me wel als een trotse vader bijvoorbeeld. Of in de club bij tophockey verbonden zijn als een voorzitter of een iets. Tuurlijk altijd, het zit er gewoon in bij mij. Dus dat over 10 jaar zie je mij denk ik wel op een club. Misschien niet per se op het veld, maar meer een beetje behind the scenes of zo lijkt me wel leuk.